Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van TTM TV. Mijn naam is Arjan Veldhoven en hier achter me zie je Cefin Trucks staan. Wat is dat dan? Ik zie je denken, nou, dat gaat over, kijk, daar staat al zo'n autootje achter mij. Het gaat over Ford. Ik ben hier in Boekarest en Ford heeft hier een nieuwe dealervestiging opgezet. En dan gaat het dus over de Ford Cargo trucks als deze. Trekkers, constructietrucks, maar ook bakwagens zitten erbij. Tegenwoordig allemaal Euro 6. En Ford gaat deze auto's verkopen in een aantal Oost-Europese landen. Roemenië is er één van. Maar ook Hongarije komt eraan. En nog veel meer landen. We gaan er morgen mee rijden. Deze auto heeft 480 pk. Ook een nieuwe transmissie en dat is de Traxxon. Die wil ook zien bij MAN en ook bij DAF tegenwoordig. En nou, dat is natuurlijk wel een hele vooruitgang, een hele prettige automaat. Ja, verder is deze auto, laat ik het zeggen, niet helemaal naar West-Europese maatstaven ingericht. Niet wat we in Nederland gewend zijn. Maar hier in Roemenië en in andere delen van Oost-Europa voelt hij best wel goed. Als je bijvoorbeeld het stuur, helemaal kaal, zit geen knopje op. En verwacht ook geen hele interessante rijassistentiesystemen. Maar bijvoorbeeld wel lane departure zit er tegenwoordig op. Natuurlijk het verplichte noodremsysteem. En qua rijden, ja, gaat het best. Het is een beetje vaag in het stuur, maar voor de rest ja, best goed te doen. En ik denk dat in Nederland zou deze auto, of ook in andere West-Europese landen, het als distributietruck, als constructietruck, nou, aan de onderkant van de markt, best goed kunnen doen. Een auto als deze kost in Roemenië 65.000 euro en dan heb je toch wel een goede Euro 6 auto voor. Maar goed, hij is dus niet verkrijgbaar in Nederland, dus ja, wie weet, misschien over een jaar of vijf. Het is best leuk sturen zo met de Ford Cargo. 480 pk, voldoende trekkracht ook, 2500 Nm. En als we 80 rijden, dan ja, zien we dat de toeren die liggen ongeveer op 1100, 1200 toeren. Dus dat is best netjes. Moet ik wel even uitkijken, want paard en wagen hier in Roemenië is zoals je ziet ook nog best gewoon. En langzaam rijdende Renaults / Dacia's. Maar goed, we kijken goed uit. Maar ja, weet je, kijk, je kan nu ook zien, je kan ook makkelijk inhalen. Een Renault Symbol is dit trouwens. We hebben 480 pk, maar ja, Ford heeft geen lading achterin de oplegger gelegd. Dus dat is wel een beetje jammer. Het is echt een goede indruk, ja. De motor doet het prima hoor, maar voor de rest kan je er niet zo heel veel over zeggen natuurlijk als je zonder lading rijdt. Misschien gaan we dat een andere keer nog doen. Ik rijd nog een eind het Bulgaarse platteland in met deze Ford Cargo Euro 6. Ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van de motor en ook van de Traxxon automaat. Dat is allemaal prima voor elkaar. Ja, en als je genoegen neemt met deze cabine, en dat doen ze hier in Roemenië en andere delen van Oost-Europa, dan heb je er best een goede truck aan.
Ik rij verder naar onze volgende stop. Ik dank je wel voor het kijken naar dit filmpje van TTM TV. Abonneer je, dat kan door te klikken op het logo rechtsonder in beeld als je meer van deze vlogs wil zien. Of geef een duimpje natuurlijk als je het leuk vond. Of geef commentaar, vind ik ook hartstikke goed. En ik zie je graag een volgende keer. Hoi!